Het is een droom voor elke rockliefhebber. Op het podium komen bij een rockband en een stukje mee mogen spelen. Die droom kwam uit voor de 11-jarige Jules uit Nijmegen. Hij was afgelopen weekend in Landgraaf bij Nederlands grootste festival en legt uit wat daar gebeurde. Ik ging naar Pinkpop, sowieso super cool. En ik was dus naar alle concerten geweest en dat laatste kon mijn favoriet, was Green Day. En ik stond helemaal vooraan, daar was ik ook al echt super blij mee. Alleen toen waren er al twee mensen voor mij op het podium bij andere liedjes gekozen. Toen stond ik naar een meisje die ik niet kende, maar zij had mij al voorgelaten. Dus ze vond het wel al wat aardiger dan de andere, want ik liet hem niet voor. Toen zei ze tegen mij, ja, als volgende keer iemand vraagt, dan mag je bij me op de nek. En dan word je misschien wat sneller gekozen. Maar zij was daar dus mijn hele vriendinnengroep en ik zat bij haar toen op de nek. En hij kwam onze kant op en allemaal naar mij wijzen. En toen vroeg hij of hoe oud ik was. Toen zei ik, ja, ik ben 11. En toen vroeg hij hoe lang ik gitaar speelde. Toen zei ik, ongeveer een jaartje. En toen vroeg hij of ik het liedje en de akkoorden kende. Toen zei ik, ja. Toen zei hij, get your ass up here. En toen mocht ik op het podium. Toen dacht ik ergens van, oh wow. Alleen toen, ja, toen stond ik op het podium. En toen had ik het nog niet echt door. Toen voelde ik het nog niet echt. Ik vond het wel al echt geweldig. Alleen toen mocht ik dus spelen. En daarna voelde ik pas echt dat ik voor 50.000 mensen zat te spelen. En mijn idool had ontmoet. En daarom is samen gitaar gaan spelen. Ik ben al bijna 2 miljoen keer bekeken of zo. En ja, het is echt wel leuk.